ben geboren in Tielt, bijna aan de Schreven met Oost-Vlaanderen. Ik kwam uit een heel christelijk gezin. En wij hebben dus in het verleden dus altijd in het vlees gezeten. Ik heb dan de West-Vlaanders achter mij laten liggen en een uitdaging hier aangegaan in Gent. Van hier een slagerij over te nemen. Maar we zaten wel dus met onze roots in West-Vlaanderen. We kochten bijna alles aan in West-Vlaanderen. Ik ben door omstandigheden. Je kunt dat niet wegsteken als je West-Vlaming bent, als je in de winkel staat. En er kwam iemand binnen en zei, zeg maar, ik zou graag hebben dat je in de club komt. Ja, ik had al weinig tijd. En die heeft er mij eindelijk naartoe gelokt. En dat klikte goed. En dan heb ik 5 jaar gewoon lid geweest. En ik denk dat ik nu al bijna 25 jaar in bestuurzaal zit. Het is niet enkel hier in Gent, je hebt dat in ieder grootstad. Er was een hele grote club in Antwerpen, die had een toneelgroep en al. En die hebben dat moeten afzeggen. Het ging niet meer. De enige die nog enorm goed draait, in mijn ogen, dat is Dielbeek. Maar de burgemeester is een West-Vlaming. En Dielbeek, waar West-Vlamingen thuis zijn, ik weet niet of je dat al van zijn leven gezien hebt, je zou dat eigenlijk een keer moeten doen. Maar dus, ja, er was geen werk in West-Vlaanderen, hè, destijds. En die zijn allemaal landinwaarts getrokken. Wat moet er gedaan worden, zeker voor de West-Vlaamse studenten, bijvoorbeeld op zondagavond, bij Garingen en een ton. We leven in 2018, hè. En dat is niet van één keer dat dat gebeurt. Dat is zeker iets dat moet aangepakt worden, hè. Maar een Noord-Vlaming zal nooit in de West-Vlaanderen geapprecieerd worden. Lijkt aan een West-Vlaming in het binnenland hier gaat geapprecieerd worden. Waarom niet? Die roots. Dat ligt anders. Dat ligt anders.